vrienden, ik bedoel, echt eerlijk waar, het is niet makkelijk nu om voetbalsupporter te zijn. Nee, als jij, ik bedoel, Ajax, ja, die mag al helemaal geen publiek, ik bedoel, er komt gewoon helemaal niemand binnen. En je mag wel lekker betalen voor seizoenkaarten, dat wel. Dat vinden ze allemaal wel leuk, die clubs. Maar verder, blijf alsjeblieft weg, want we zien je liever niet dan wel. Dat is het dan, bij Ajax. Bij Feyenoord, ook geen pretje hoor, nu, om supporter te zijn. Nee, want heb je al die regels, hebben jullie die allemaal gelezen? Wat je allemaal mag en niet mag. En mochten er 7000 komen bij Feyenoord Sparta. Nou, en nou mag het dan weer helemaal niet. En toen mocht je weer niet met het gezin bij elkaar zitten. En dat mocht dan later weer wel. En toen moest je ook nog eens een keer gespreid komen. Nou zeg, ja, dan kreeg je een berichtje. Ja, jij moet komen om 1:30 en jij moet komen om 2:15 en jij moet om... Jongen, en je mag niet zingen en je mag niet zwemmen en je mag... Wat mag je daar nou eigenlijk wel dan? En je moest goed die 1,5 meter, daar ben ik dan wel voor. Nou, en dan denk ik, ja, hallo zeg, hé, hey, wat voor lol is daar nog aan? Om dan naar het voetballen te gaan. En nou mogen er ook alweer geen 7000. Bij Feyenoord Sparta. Nee, nou is het. Nu mogen er maar 3000 komen. Oké. Nou ja, goed. En dan? En nou mogen ze dus niet zingen dan. Maar nou moeten ze dus een mondkapje op. Dus dan krijg je die. Nou, laten we dat nou eens even gaan testen. Dat mondkapje. Want je mag dus niet zingen en schreeuwen. Hè? Als jij zegt van schijs, klootzak. Dat klinkt dan zo, hè. Maar nou gaan we hem even doen. Want ja, iedereen moet dus morgen een mondkapje op. Daar bij Feyenoord. Ja, ja. Dat is ook alweer zoiets. Want die zitten toch al 1,5 meter uit elkaar daar in die cap. Dus dat mondkapje is er alleen dus voor... Het schreeuwen en het zingen neem ik aan. Ja. Nou ja zeg. Dus als jij gewoon wil zeggen van... Scheidsklootzak. Dat klinkt dan zo. Maar met een mondkapje klinkt dan... Scheidsklootzak. Dat hoor je. Dat klinkt toch wel iets minder. Hè? En als je... zingen. Even zingen, hè. Laten we zingen. Sterk. Zo is het. Sterk in Rotterdam. Zo klinkt dat. Maar sterk in Nederland. Niets is sterker dan dat ene woord. Feyenoord. Even zonder kapje. Mijn Feyenoord. Ja, dus het is... Ja... Het kan wel, als ik het zo hoor, dan zou het wel kunnen. Ik denk het wel. Ik moet het misschien straks terugzien, met mondkapje. Maar ja, weet je, het is morgen bloedheet daar in die Kuip. En dan zit je dus gewoon al die tijd met dat mondkapje op. Nou, dat vind ik ook niet nodig, weet je wel. Nee, dat vind ik echt niet nodig, nee. Maar goed. En we doen er nog eentje om te kijken of het kan, dat je kan zingen. I love you Feyenoord, we do. I love you Feyenoord, we do. I love you Feyenoord, we do. Oh Feyenoord, I love you. We love you is het. Ja, ik had het niet goed. Maar volgens mij kan het wel, met mondkapje.